De afgelopen jaren zijn heel veel gebiedsontwikkelingsprojecten stil komen te liggen. Een van de grootste redenen hiervan is de grote hoge financiële kosten voor onder andere de ondergrondse infrastructuur. Om een meer flexibele vorm van projectontwikkeling te bevorderen, heeft DeltaSync de DNA bedacht. DeltaSync is een bedrijf, een spin-off van TU, die binnen 3 jaar tijd haar eerste concept heeft gerealiseerd in de Rijnhaven van Rotterdam. De DNA, de decentrale ofwel duurzame nutseenheid, voorziet woningen en andere gebouwen van energie en water. Toepassingsmogelijkheden zijn bijvoorbeeld tijdelijk anders bestemmen, drijvende wijken en organische stedenbouw. Kent u of bent u een gemeente die met ons samen de DNA verder wil gaan ontwikkelen, dan praat ik graag met u verder. Bedankt.